Goedemorgen. Het is goed hier te zijn. En de Bijbel zegt, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn midden, daar... Waar twee of drie vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En dat is goed om te weten. En Gods werk gaat door, dat werd ook net gezongen. Hij zal nooit stoppen. Dood nog leven, hoogte nog diepte. Nog enig virus kan ons scheiden van de liefde van Christus. Halleluja. Nu, deze morgen heb ik als titel boven de overdenking staan: Christen zijn in deze samenleving. En daar gaan we samen eens over nadenken. Hoe kunnen we daar vorm aan geven? Weet u, het is al heel wat jaartjes geleden, maar ik was eens in de stad Catania op het eiland Sicilië in Italië. We hebben zo'n ruim 28 jaar in Italië gewoond en gewerkt. En hier werkt iets niet. Ja, daar is die. Catania. Dat is die stad aan de voet van de nog steeds actieve vulkaan de Etna. En weet u, vanuit ons huis in Calabrië konden we de Etna duidelijk zien. Ook 's avonds, als dan er een uitbraak was, dan zagen we de rode gloed van lava zo naar beneden komen. Was een spektakel om te zien. Een prachtig uitzicht. Dan ga je verhuizen naar de provincie Groningen. En dan zie je een strakke lijn. En hier en daar een koe. Dat was best wel even wennen, ik zal het u vertellen. Nou, ik was daar voor een congres in die stad Catania en mij werd gevraagd om te spreken over de impact van de gemeente van Jezus Christus in deze samenleving. En we hebben toen zelf enkele vragen hebben we voorgelegd. En de dingen die besproken werden tijdens dat congres, dat was: wat is onze taak in deze wereld? Hoe kunnen we de liefde van Christus om ons heen uitstralen? Hoe kunnen we een helpende hand uitsteken naar de mensen om ons heen? Hoe kunnen we een dialoog op gang houden en op gang brengen met hen die buiten de kerk zijn? En ik zelf heb toen het onderwerp over de dialoog in behandeling genomen. Ik las toen ik daar voor die mensen stond een tekst voor uit 1 Korinthe 5 van het 9e tot het 11e vers. Het gaat over de contacten die wij mogen hebben en niet mogen hebben met de mensen om ons heen. Met wie is het goed om te gaan en met wie niet? Het is een gedeelte van een brief van Paulus die hij schrijft aan Gods gemeente. In onze Bijbel staat dat het gaat om de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Er zal echter blijken dat hij hiervoor ook al een brief had geschreven, maar die brief die hebben we niet. Nou, we gaan eens samen lezen wat Paulus schrijft in deze eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 9 tot 13. En dan staat er: ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met ontuchtplegers. Maar dat betekent niet dat u alle ontuchtplegers die er in de wereld zijn, of alle geldwolven, uitbuiters en afgodendieners moet mijden. Dan zou u de wereld moeten verlaten. Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, een afgodendienaar, een lasteraar, dronkaard of uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten.
Waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de gemeente? Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: verwijder wie kwaad doet uit uw midden. Tjongejonge, dat is even een pittig stukje uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, vindt u niet? Paulus begint dan ook met de woorden: ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat. Het was voor hem dus een duidelijk en een belangrijk onderwerp. Hij had daar reeds over geschreven, maar hij komt er toch nog een keer op terug. Hij geeft nu waarschijnlijk een meer gedetailleerde uitleg. Hij, Paulus, gaat dieper op het onderwerp in. En waarschijnlijk hadden de gelovigen in Korinthe uit zijn eerste schrijven, hadden ze dat waarschijnlijk niet op de juiste wijze toegepast. Of ze hadden het niet op de juiste wijze begrepen zoals hij het bedoeld had. Ik meen uit zijn uitleg te begrijpen dat de gemeenteleden van toen bijna ieder sociaal contact met mensen van buiten de gemeente verbroken hadden. Paulus had namelijk toch gezegd dat je geen contact moest hebben met hoereerders, geldgierige oplichters en afgodendienaars. En laten we eerlijk zijn, als Paulus dat schrijft, daar zit toch geen woord Spaans bij? En in dit gedeelte zegt hij duidelijk dat als je je niet zou willen mengen met ontuchtplegers uit deze wereld in het algemeen, of met geldgierigen, of met oplichters of afgodendieners, dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Paulus laat hier weten dat het eigenlijk gewoonweg onmogelijk is om in deze wereld te leven zonder contact te hebben met dit soort mensen. Zonder daarmee in contact te komen. Ja, je zou op de maan of Mars moeten gaan wonen. Nou, ik begrijp dat er regelmatig de laatste tijd raketten naar Mars vertrekken. Nog niet met mensen erin en we zijn ook al op de maan geweest. Maar bedoelde Paulus dit? Ga maar naar een andere planeet om deze mensen te ontlopen. Het had op een of andere manier de oren van Paulus bereikt dat men in de gemeente van Korinthe een verkeerde draai had gegeven aan de eerdere woorden van zijn schrijven. En daarom geeft Paulus nu een toelichting hoe hij het wel bedoelt. En in zijn tweede schrijven, daar gaat hij verder in op de zaak. In dit Bijbelgedeelte zegt hij heel duidelijk om niet om te gaan met hen die zichzelf, en daar komt het, broeder of zuster noemen, maar zich niet naar Gods wil gedragen. Hij begint dan ook in vers 11 van 1 Korinthe hoofdstuk 5, daar begint hij met de volgende woorden. Wat ik bedoel is dit, zegt Paulus. Wat ik bedoel is dit, en daar komt het dan. U mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, een afgodendienaar, een lasteraar, een dronkaard of een uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten. Weet u, de kerk heeft vaak precies het tegenovergestelde gedaan van wat er geschreven staat. Men heeft vaak geen contact meer met de mensen buiten van de wereld. Oh, dat hebben we verbroken, dat hebben we de rug toegekeerd. Daar heeft men een oordeel over en men verwerpt hun praktijken en hun gedoe. Nee, zeggen we dan, daar willen we eigenlijk helemaal niets mee te maken hebben. Maar wat men nauwelijks doorheeft, is dat de zonden binnen de muren van de kerk of gemeente zijn binnengekomen en daar heeft men van alles geaccepteerd.
Hierdoor heeft de gemeente van Christus een deel van zijn kracht en zijn impact verloren in deze samenleving. En Paulus gaat nog even verder in vers 12 en 13. Waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de gemeente? Over de buitenstaanders zal God oordelen, maar binnen de gemeente geldt: verwijder wie kwaad doet uit uw midden. Nou, vindt u niet, Paulus is hier lekker bezig, hè? Was dat nou een gemeentebouwer? Was deze man nou een gemeentestichter? Hij maakt het zo duidelijk dat er bijna geen misverstand over mogelijk is. Maar weet u wat ik denk? Dit alles wat Paulus hier zegt, komt voort uit een diepe liefde in het hart van Paulus voor de gemeente van Jezus Christus. Daarom spreekt hij zo. De gemeente is namelijk geen club van mensen die het een beetje leuk vinden en die samen hebben besloten om iedere zondag bijeen te komen. Nee, de gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die zich bekeerd hebben van hun zondige leven. Die ervoor gekozen hebben om Christus te willen volgen. Mensen die niet vol zijn van zichzelf, maar van Christus en van de Heilige Geest. Die zijn discipelen willen zijn en willen leven in reinheid en heiligheid. Die er naar verlangen om een licht te zijn in deze duistere wereld. Dit alles door de genade en de liefde van Jezus Christus. Dat is hetgeen wat Paulus eigenlijk duidelijk wil maken. Weet u, Paulus was een prediker die menigeen de stuipen aardig op het lijf kon jagen. Zijn duidelijkheid laat dan in zijn brieven vaak helemaal niets te wensen over. Ik weet niet of menig gemeente hem als voorganger zou willen hebben. Het zou best kunnen zijn als hij zichzelf zou aanbieden aan een gemeente, zeggen: ik wil hier wel voorganger worden. Dat dan de kerkenraad zegt van: nou, daar moeten we nog even over nadenken. Soms lijkt het hem wel aan tact en aan iedere vorm van diplomatie te ontbreken. Lees met mij maar eens het volgende vers uit dezelfde brief aan de Korintiërs. 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 9 tot 10. 9 en 10. En er staat dan in dit 1 Korinthe 6 vers 9 en 10. Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers, nog afgodendienaars, overspelige schandknapen en knapenschenders, dieven, nog geldwolven, dronkaards, lasteraars, nog uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. Aan wie schrijft Paulus dit eigenlijk? Misschien een goede vraag, want als ik dit stukje lees, krijg ik toch een beetje twijfel. Schrijft hij dat nou aan de kerk? Waar schrijft hij aan? Schrijft hij dit soms aan een of andere atheïstische club in de stad Korinthe? Nee, deze brief is gericht aan de gemeente van Jezus Christus in die stad. Zijn brief begint dan ook met de volgende woorden. Laten we het samen maar even lezen. Aan de gemeente van God in Korinthe. Geheiligd door Christus, door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan alle die in de naam van onze Heer Jezus, de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen
en bij ons. Weet u wat ik zo mooi vind in deze tekst? Waar dan ook. Ook in Zevenhuizen, ook in Groningen. Waar dan ook, waar mensen samenkomen in de naam van Jezus, daar komen de heiligen samen die Jezus heeft lief gehad en die gereinigd en geheiligd zijn door het offer van Jezus Christus. Beste mensen, de gemeente is een plaats voor mensen die door het offer van Jezus geheiligd en gereinigd mogen zijn. Die vanuit de liefde van Christus elkaar mogen bemoedigen en elkaar mogen aansporen om op de weg van Gods genade te zijn en op die weg ook te blijven. En weet u hoe dat traject begint? Dat traject begint met bekering. Dat staat zo prachtig beschreven in Ezechiël hoofdstuk 18 vers 32. Ezechiël 18 vers 32. Want ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord des Heren. Daarom bekeert u opdat u leeft. Is dat niet een prachtige uitnodiging? Een uitnodiging tot bekering. En daarachteraan wil ik lezen Lucas 5 vers 32. Waar staat: ik, Jezus, ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Beste mensen, de wandel met God begint met bekering. En laten we eerlijk zijn, beste mensen, dat is eigenlijk niet zo'n heel populair onderwerp. Het is ook helemaal geen modern onderwerp. En je trekt er ook niet echt mensen mee. Ja, zelfs in de dagen van Jezus liepen de mensen, door hetgeen wat Jezus zei, die liepen weg. En die zeiden: deze woorden zijn te hard, wie kan ze aanhoren? En dat was hun oordeel en zij namen de benen. U kunt dat lezen in Johannes 6, vers 60. En daar staat dan geschreven: veel leerlingen die het gehoord hadden, zeiden: dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren? En ik moet zeggen, steeds vaker laat men dit onderwerp van bekering dan ook maar rusten. En ik ben blij te weten dat ook in deze gemeente het onderwerp bekering en je hart geven aan Jezus regelmatig naar voren komt. Dat is een goede zaak. Er zijn nu vele nieuwe manieren om de aandacht van de mensen te trekken. Maar wat men ook bedenkt, men kan nooit en te nimmer voorbij gaan aan het kruis van Jezus Christus. Waar je mag knielen en waar je je zonde mag belijden en zijn vergeving en zijn genade mag ontvangen. Beste mensen, dat was de gemeente waarvan Paulus hield. Een gemeente bestaande uit oprechte bekeerlingen en volgelingen van Jezus Christus. Uit mensen die geen ander verlangen hadden dan te leven naar de wil van Jezus Christus. En als deze Paulus op een dag dan ook een brief schrijft aan Timotheus, dan zegt hij het volgende. En hij spreekt daar als het ware profetische woorden. Hij kijkt als het ware in de geest naar de toekomst. En hij zegt dan in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 3. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangen tegemoet komen en hen naar de mond praten. Beste mensen, er is iets wat je als prediker kan doen. En de verleiding kan daar ook zijn om daaraan toe te geven. Wat zou dat kunnen zijn? Nou, we hebben het net gelezen.
Dat kan de verleiding zijn om op een gegeven moment de mensen naar de mond te praten. En weet u wat er dan gaat gebeuren als je de mensen naar de mond praat? Dan hangen ze waarschijnlijk allemaal aan je lippen. En dat is als prediker best wel een prettig gevoel. Als je ziet dat de mensen graag naar je luisteren voor wat je zegt. Want wie luistert er niet graag naar iemand die precies onder woorden weet te brengen zoals jij het graag wilt horen? En wat geeft dat? Dat geeft je een bevestiging van je eigen overtuiging. En dan ga je op een gegeven moment denken van, zie je wel? Ik ben op het rechte pad, want hij zegt het ook. Beste mensen, de gemeente van Jezus Christus bestaat uit mensen die hongeren en dorsten naar de woorden van Jezus, vol van genade, maar ook vol van waarheid. Woorden die zo liefdevol kunnen zijn, maar laten we eerlijk wezen, woorden die ook soms zo hard kunnen aankomen, maar wel woorden die ons altijd dichter bij hem zullen brengen. En daar gaat het om. De boodschap van alverzoening, die is steeds vaker te horen in onze kringen. En die luidt ongeveer als volgt. Maak je maar geen zorgen. Alles komt goed. God is liefde. En iedereen komt uiteindelijk in de hemel. Een bekend kerkleider heeft recentelijk nog verkondigd dat de hel niet bestaat en dat het verhaal van Adam en Eva alleen maar een metafoor is. Kijk, dat is nou precies zo'n evangelie wat de mensen graag willen horen. Broeders en zusters, het is mijn verlangen in alle oprechtheid de gemeente te dienen. Om niemand naar de mond te praten, maar om Gods woord te verkondigen, want zijn woorden zijn waarachtig en zijn woorden geven leven. Het is nooit mijn bedoeling geweest iemand naar de mond te willen praten. Ik heb misschien wel eens gezwegen als ik op dat moment juist had moeten spreken. En dat zwijgen dat kwam dan voort uit het feit dat je ergens in je hart al wist dat de persoon tegen wie je eigenlijk wilde spreken het toch niet wilde horen. En die fout, die zal ik in de toekomst met de hulp van de Heer hopelijk niet meer maken. We gaan nog iets lezen uit Psalm 119 vers 9. Psalm 119 vers 9, daar staat, waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? En weet u wat het antwoord is? Als hij dat houdt naar uw woord. Halleluja! In een tweede brief van Paulus aan Timotheus, daar schrijft Paulus het volgende. Ook deze keer is het als het ware weer een profetische blik die hij werpt in de toekomst. En dan schrijft Paulus aan Timotheus in 2 Timotheus 3, vers 1 tot 5. En daar staat, weet dat in de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelf ingenomen en arrogant. Zij zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Zij zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Zij zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen zij meer lief hebben dan God.
Zij zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. Paulus was er in alles op gericht dat de waarheid van het evangelie en de verlossende boodschap van het evangelie de wereld zou bereiken en dat die boodschap de wereld zou binnendringen. Dat de kerk, de gemeente, invloed zou mogen hebben op de duisternis. Paulus was er tevens op gericht dat de invloed van de wereld, de zonde, de onreinheid, de laster, de onbetrouwbaarheid buiten de gemeente zou blijven. En we kunnen dan ook terugvinden in de Bijbel het onderwijs dat het zout mag zijn kracht niet verliezen. Het licht mag niet gedimd worden, maar het moet helder schijnen. Broeders en zusters, een vraag die ik gewoon even in ons midden wil gooien. Hoe zit het met ons getuigenis in deze wereld? Hebben we nog iets te vertellen? Ja. Wilt u antwoord op deze vraag? Dan kunt u straks na de dienst op de gepaste afstand naar een andere gemeentelid toestappen en zeggen van, vind jij mijn getuigenis indrukwekkend? En dan zal de medegelovige uit beleefdheid zeggen, nou, ik ben daar erg van onder de indruk. Maar als jij echt wil weten wat jouw getuigenis is, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je die vraag eens stellen aan je werkgever. En dan moet je zeggen, zeg, u kent mij goed, ik werk hier al jaren. Wat vindt u van mijn getuigenis? Of je kan die vraag stellen aan je werknemers. Hé, ik ben jullie baas en ik geef leiding aan dit bedrijf en aan deze afdeling. Maar wat vinden jullie van mijn getuigenis? Of vraag het eens aan je buren of aan je collega's op het werk. Of aan de mensen met wie je zaken doet. Die kunnen iets vertellen. Of jij een licht bent. Of dat jij zout bent in deze wereld. Wat zou hun getuigenis zijn over onze behavior? Weet u, er staat iets geschreven in Handelingen der Apostelen over de eerste gemeente in Jeruzalem. En weet u wat er over ze staat, over hen staat geschreven? En zij stonden in de gunst bij het gehele volk. Halleluja. En weet u hoe dat kwam? Er was heiligheid. Ze hadden zich bekeerd. En die bekering had een uitwerking gehad in hun leven. En wie niet goed waren, die deden ze uit hun midden weg. En zo bleef de gemeente een lichtend licht en een zoutend zout. En dat willen we toch zijn? Ja, we houden afstand van de mensen van de wereld. Maar we laten alles binnen. En we accepteren, ja, broeder Anton, maar wij mogen toch niet oordelen. Nou, als je niet mag oordelen, hoe kan je dan hen die niet goed zijn uit je midden weg doen? Wij mogen niet veroordelen, dat zal God doen. Maar we mogen wel alles doen om de gemeente heilig te houden en aan te sporen. Om de dingen die niet goed zijn bij het kruis te brengen en op je knieën te gaan en discipelen en volgelingen van Jezus te zijn. Halleluja. Broeders en zusters, wat kunnen we doen? Laten we elkaar aanmoedigen om trouw te zijn en trouw te blijven aan het woord van God. Gods werk gaat door. Amen. Amen.
Amen. Heer, wilt u ons helpen om trouw te zijn en trouw te blijven? En terwijl ik dit gebed uitspreek, hoor ik de regen kletteren op het dak. Maar Heer, laat zo de regen van uw Heilige Geest over ons komen. Dat wij doordrenkt mogen zijn van uw beeld. En dat we dat mogen uitstralen. En laat ons een zoutend zout en een lichtend licht zijn voor de mensen in deze wereld. En help ons, Heer, om rein te zijn en rein te blijven. En zo samen uw gemeente te mogen zijn. Als een licht in deze duistere wereld. Amen. Amen.